Van harte welkom op dit kanaal. Leuk dat je komt kijken naar jouw volle Maan in weegschaal reading op het gebied van liefde, relaties, relatie met jezelf. Maar niet te vergeten ook de karmische verbindingen. Waaronder tweelingzielen, zielsverwanten, tweelingvlammen, de hele zielsmikmak, om het dan maar even oneerbiedig te zeggen. Um, een relatie is natuurlijk altijd een reflectie van wie jij bent. En een spiegel hè, van jezelf. En met het, ja, op het gebied van tweelingzielen, zielsverwanten, heeft dat vaak ook weer met zielenwonden te maken. En daardoor ontmoet je elkaar op zielsniveau, uh, zodat die wond zichtbaar wordt. Zodat jij uh, geraakt wordt in een verlangen van jou, een onbewust verlangen misschien. Hè, waar er een bepaalde leegte kan zitten, een bepaalde pijn op kan zitten. Waar je erkenning in wil. En dan ontmoet je op zielsniveau die ander, hè? dus op karmisch niveau. Dat haakt dan even in. En dan krijg je uh, dat aantrekken, afstoten de hele tijd. Uh, maar ja, dat zet bij jou een helingsproces in werking. En bij de ander ook. En soms loopt de ander weg. En dan komt de ander weer terug. En dan krijg je dat aantrekken, afstoten. Het gaat er vaak niet eens om of je uiteindelijk ook bij elkaar komt. Wat veel belangrijker is, is de relatie met jezelf. Mijn naam is Mireille van Rijn en van harte welkom ook als je nieuw bent hier op dit kanaal. Wil je, uh, vind je het leuk hier, kun je natuurlijk altijd gratis abonneren. En uh, ik ga komende periode drie keer een... Consult in de praktijk verloot. En woon jij nou niet in de buurt, mag er natuurlijk ook een videoconsult zijn. Wil je daar kans op maken? Check dan ook even de speciale video op dit kanaal. Uh, win een gratis consult, en daar kun je dan ook reageren om uh, uh, kans te maken. Niet bij deze video. Natuurlijk vind ik het wel heel leuk als je mij even laat weten wat je van deze video vindt en even je duim omhoog doet. En. Uh, ik heb tegenwoordig ook een soort column, zeg maar, uh, astropraat. Daarin praat ik je altijd even bij over uh, astrologische thema's. Uh, de volle maan in weegschaal heb ik ook besproken in astropraat. Dus wil je daar inhoudelijk meer over weten? Check dan gewoon even die video. Dan kun je elke keer zelf kiezen wat je wel of niet wil bekijken. Nou, nu is het zo dat het om ik gaat in uh, deze volle maan. We hebben de zon in het teken Ram staan. En dan ook nog in het eerste huis, dus ik ben. Hoe kom jij naar buiten en hoe zet jij jezelf neer naar buiten? Hoe ontmoeten jou uh, de ander jou? En dan hebben we daar uh, weegschaal. Dan zie je het mannelijke en het vrouwelijke. Balans, harmonie, Venus. En daar staat de maan in. En die staan recht tegenover de zon. Uh, maar ik ga daar niet te veel op uitweiden. Daarvoor kun je dan die andere video even zien. Maar uh, volle maan in weegschaal. Relaties. Uh, relatie met jezelf vanuit de zon. En hoe zet jij jezelf neer in een relatie? Of hoe cijfer jij jezelf weg? Daar mag je dan naar kijken. En uh, ja, hoe wil je jezelf anders neer gaan zetten in een relatie? En nog veel meer. Want we hebben ook nog met Geyron te maken. De gewonde heler. Ook daarvoor verwijs ik je even door naar die andere video. Op diep zielsniveau ja, zijn we toch iedere keer weer wonden aan het helen. En Gijdon is eigenlijk de wond die je meeneemt uit een vorig leven of vanuit een conceptie. Dat laat ik dan even in het midden waar jij in dit leven ja, heling mag gaan brengen. Maar laten we eens even kijken wat de Tarot jou wil vertellen. Dus ik ben ontzettend benieuwd is kijken voor deze volle maan op 6 april 2023. Wat is nu belangrijk op het gebied van liefde, karmische verbindingen... en de relatie met onszelf? Oké, okay, ik heb... Koning van Bekers. En die hadden we ook in de uh, algemene legging. Zwaarde 5, Bekers 10. Wauw, kijk eens aan. Munten 8 en staven, Aas van Staven. Met staven 7, staven 8. Het is nogal wat vuurwerk, uh. kijkers. Kijk eens even, koning en koningin. Ja, dit gaat echt wel over een zielsverbinding. Wauw, waanzinnig. We gaan eens even de kaarten van Doreen Virtue erbij pakken. Ik ben heel benieuwd wat zij hierover te vertellen heeft. De Engelen romantiek kaarten. Aantrekkingskracht. Je trekt romantische liefde aan door dit moment ten volle te genieten. En heel spoedig besluit heel helder wat je wilt. Zodat het ook nu kan gebeuren. Hoe mooi is dat? En het is veilig om liefde te hebben. Open je hart om de meest waardevolle energie van alles te geven en te ontvangen. Alsjeblieft. Dus die hebben wij. Zal ik ze even nog een keer in beeld laten zien? Kijk, deze drie. Ik hoop niet dat het lichter overheen gaat. Maar dit zijn jouw drie kaarten. Heel spoedig, aantrekkingskracht en het is veilig om lief te hebben. Die leggen we daar even neer. Dus dat is wel fijn om dat als thema er even bij te hebben. En um, ja, we starten eigenlijk met die koningin van bekers. Moederlijke energie, empathisch. Um, en de koningin van bekers is heel erg geneigd om vanuit haar empathie vooral te voelen bij de ander. Dit is ook de spirituele dame. Koningen koninginnen zijn altijd de moeders. Koningen zijn altijd de vaders, het principe. Dus het, het mannelijk, het vrouwelijk. Um, en die koningin die heeft daar dus ook de beker in handen. Ze voelt, ze kijkt. Uh, ja, en het thema is natuurlijk: ga voelen wat zijn jouw emotionele behoeftes en wat heb jij nodig in dit verhaal. Uh, je voelt namelijk heel sterk de behoefte van de ander, waardoor jij je misschien wel te veel hebt aangepast. He, dan krijg je het please gedrag wat hondjes ook doen. Ik heb hier natuurlijk uh, kleine Rines uh, die loopt vaak in de weg, omdat hij net een kind is die dan lekker bij je loopt. Uh, die weet precies wat hij moet doen om, uh, ja, om geaccepteerd te worden of om gezien te worden. Uh, dus, dus zie dat even bij jezelf ook: van ja, wat doe ik zelf nou om niet afgewezen te worden? Hoe pas ik mezelf aan om maar gezien te worden of om die erkenning maar te krijgen? Uh, en daar zou je eens naar mogen kijken. En daar kunnen dus ook echt wel innerlijke conflicten door ontstaan, maar ook conflicten met die ander. Want die ram, die vurige, impulsieve ram-energie. Ja, dat geeft een spanningsveld. Als we daar de maan hebben, hier de zon, recht tegenover elkaar, oppositie. Dus dat ken je wel vanuit de politiek. Uh, ja, geeft dat een bepaalde frictie. En dat is ook nodig zodat uh, er dingen opengebroken kunnen worden. Maar daardoor kunnen er wel conflicten ontstaan. Komt niet echt een winnaar uit. Dus let er wel op dat je niet vanuit impulsen te veel emotioneel uh, gaat communiceren. Want dat kan dan net even anders eruit komen als dat je uh, bedoeling was. En soms is het ook goed, hè? dan heeft het universum dat gewoon zo bedoeld. Uh, omdat je misschien iets in stand zou willen houden. Dat kan ook. Maar kijk eens even, we gaan naar bekers 10. Ultiem geluk, er zijn geen 11 bekers. 10 is een 9 uh, de voltooiing, en 10 is, het is compleet. Je gaat je weer compleet voelen met jezelf. Daar ben je dus naar onderweg. En dan start we weer een nieuwe fase. Dan gaan we weer naar de A's, naar de 1. En dan zien we wel dat je misschien even moet afzonderen. Om weer eens helemaal op jezelf te focussen. Misschien ben je wel heel erg afgeleid geweest door aanpassend gedrag. Uh, door gedrag van de ander wat je niet begreep. Waardoor jij je niet erkend voelde. Uh, dat soort dingen. Hè. En uh, ja, je mag je weer focussen. Je ziet jezelf daar ook op dat bankje zitten. En dat betekent even afzonderen. Zodat je tijd uh, tot bezinning hebt. Hè. Dus dan kan je weer eens helemaal gaan concentreren op je eigen. Op je eigen zijn en jezelf even helemaal onafhankelijk maken. Want wat er dan gebeurt, dan zie je daar eigenlijk staven aas. Hoppetee, er poppen zich ideeën op. Uh, je gaat dingen ook anders bekijken. En dan luidt er een heel nieuw vuur op als jij dus ook. Want die aantrekkingskracht is er, dat wordt hier ook aangegeven. Uh, er kunnen wat gyrond momenten ook zijn. Hè? Dat zijn die oude wonden, die, uh, die diepe zielswonden, die aandacht vragen. En dat zien we hier natuurlijk ook. Maar ja, die staaf van azen, ja, het is veilig om lief te hebben. Die aantrekkingskracht is er. Dus, uh, maar ja, we zien hier wel dat je nog wel geneigd bent om jezelf defensief op te stellen. Uh, omdat je het nog niet helemaal ja, vertrouwt of misschien toch nog wel wat lastig vindt. Er kan ook even een blokkade komen en die blokkade... Is niet goed of fout, maar je zit ook met dat aantrekken afstoten. Die aantrekkingskracht. En het kan best zijn dat je zegt: ho, stop. Uh, en dat is voor iedere uh, relatie natuurlijk anders. Ho, stop. Ik ga even helemaal weer terug naar mezelf. Dat heb ik even nodig. Ik stap even uit dat aantrekken afstoten. Want als je namelijk weer naar jezelf gaat, gaat voelen wat heb jij nodig? Verander jij jouw patronen en je, afhankel je, onafhankelijkheid naar, of je afhankelijkheid weer naar onafhankelijkheid. Waardoor je ook even dit kan zeggen: even jezelf beschermen. Even de rem erop. Um, want hier zie je eigenlijk waar je naartoe wil en waar jij behoefte aan hebt. Jij wil dat rusteloze niet meer. Jij wil die duidelijkheid hebben. Want we hebben hier wel, niet te vergissen, te maken met de koning en de koningin van munten. Veiligheid, betrouwbaarheid, zekerheid. Um, ja, en dit is natuurlijk wel. Heel gaaf. Want we hebben natuurlijk van twee elementen uh, het Koningspaar. Dus we hebben hier echt wel met een diepe zielsverbinding te maken. Dat vind ik al heel erg mooi. En ik ga ook even verder duiden. Maar dan haal ik daar nog even de Madame Lenneman bij. Dan hebben we eerst even algemeen de. Uh... Tarot geduid en dan halen we daar nog eens even de Madame Lenneman bij. En voor de mensen die daar al heel vaak naar gevraagd hebben. Um, ik heb speciaal een Lenneman Academy uh, gemaakt. Level 1 is al uh, uh, verkrijgbaar. Dus uh, ik zal een linkje plaatsen hieronder in de video. Tot en met 14 april heb ik een speciale introductiekorting van 20 euro. De code zal ik er ook even bij zetten. Maar let op tot 14 april, want dan vervalt de code. Dan betaal je gewoon de normale prijs en ja, het wordt je heel erg goed uitgelegd. Uh, ik krijg ook nu al hele gave feedback van mensen. Uh, een oud student van mijn vorige groep, die heeft ook de hele uh, cursus gedaan op mijn verzoek. Uh, ze heeft hem helemaal gecheckt, gecontroleerd. Ja, die is helemaal laaiend uh, enthousiast, dus dat is superleuk gewoon. Ik denk ik ga gewoon iemand die de cursus al kent. En hem helemaal laten nalopen, feedbacken. Dus ook daar is aan gedacht. En die is ook heel enthousiast. Uh, en ik krijg tot nu toe alleen maar hele positieve reacties. En het wordt je zo aangeleerd dat jij gewoon eind van die cursus ook echt letterlijk verschillende kaartleggingen kunt doen. Ondertussen ben ik een level 2 aan het maken. Uh, en daar neem ik gewoon de tijd voor, want ik wil die cursus heel goed neerzetten. Uh, eens even kijken: de hond, de boom. Wauw, kijk eens eventjes. Hoe dit weer aansluiten. Hierna ga ik ook de tarot weer uh, vernieuwen. En dan ga ik ook op uh, de Academy zetten. Ja, en als je die allemaal doorlopen hebt, kan ik je ook gaan leren hoe je dit nou weer samen gaat doen. Maar we gaan uh, stap voor stap. We gaan even terug, want ik wil niet te veel afdwalen. Worstje um, met het kind. Ja, er komen conflicten aan met kinderachtig gedrag. En iemand die niet helemaal eerlijk is. Dus uh, blijf heel goed bij jezelf. Blijf voelen. Twijfel niet aan je eigen waarnemingen. Blijf ook uit conflicten. Want dat kost jou alleen maar energie. Maar wat ik zie is dat jij jezelf gaat bevrijden. Uh, van afhankelijkheid. Van ja, afhankelijkheid. Je gaat weer naar je onafhankelijkheid. Je gaat jezelf bevrijden. En er komen ook persoonlijke berichten en er ligt weer passie. Het is wel heel erg mooi. Elf is een meestergetal, dus je gaat weer iets meester leren worden. Uh, blijf uit het kinderachtige gedrag of de projectie van een ander. Uh, en en koester ook je innerlijke kind. Dat is heel erg belangrijk. Eens even kijken wat wij verder zien. Trouw zijn aan jezelf. En dat is mooi. Door trouw te zijn aan jezelf. Dat is een kaart ook van vertrouwen. Hè? Als we naar deze combinatie kijken, wees je eigen beste vriend. Uh, maar vertrouw het ook. Alleen wat deze kaart ook wel aangeeft. Kijk, toen we 18 waren of zo, we gingen een relatie aan. Ja, dan, ga je, dan leer je iemand kennen en dan geef je al heel snel 150%. Uh, maar als je natuurlijk naarmate je wat ouder wordt, uh, ja, ga je op je gezicht en kom je erachter door allerlei ervaringen. En of je nou 25 of 45 bent, dat maakt allemaal niet uit. Um, zijn we nog steeds geneigd om gelijk alles te geven? Maar als je nou eerst eens met 70 begint, 7 dus is een mooie aanduiding. En langzaam leer vertrouwen, want het is veilig om lief te hebben. Die is aantrekkingskracht. En dan ga je dat vertrouwen laten groeien. Want de boom op de hond laat eigenlijk zien, vertrouwen groeien. Niet te snel gaan. Waardoor jij uit dat aantrekken afstoten blijft. Ja, dat hart krijgt een enorm impuls. Maar ja, dat zegt ook heel spoedig, besluit heel helder wat je wilt zodat het nu ook kan gebeuren. Nou, en dan zien we hier ook weer hele mooie kaarten. Ook weer twee koningen. Veel mannelijke energie: lucht en uh, vuur. Uh, Ramliel Boogschutter. En dit is de Waterman uh, tweelingen weegschouwenergie. Maar kijk vooral naar het hart. Die heer. Die jou het hof wil maken. En dat kan best zijn dat een dame jou het hof maakt. Uh, dit gaat ook over een verandering in jouw huidige relatie. Dus het maakt niet uit of je een relatie hebt of niet. Of dat je een crush hebt met je zool, tweelingzee. Uh, dit is gewoon het thema van relaties. En dit gaat heel erg ook over de relatie met jezelf. Ja, en wat ik hier eigenlijk zie is de waarheid. Uh, en je loopt volgens bestemming. Hè, dat zie ik ook. Je wordt heel erg geholpen. En dingen worden opgehelderd, dingen komen aan het licht. Maar dit vind ik wel heel typisch, want dit is zeg maar de jongelingvuur en dit is de uh, heervuur. Staven uh, uh, aas. Dus we hebben drie keer vuur op die rij. Um, ja, er kan best wel een, een heftig conflict even zijn. Uh, of een, een, iets wat emotioneel best wel even wat impact heeft. Daar moet je dan niet van schrikken. Laat dat maar gebeuren. Vergelijk het maar met een onweer. Een onweersbui, die spanning loopt op. Komt heel veel druk, totdat op het moment dat het losbarst. Dan denk je: wow, waar komt dat vandaan? Hoe heftig is het? En als die onweersbui dan voorbij is en alles zakt. Ga je het vanuit een hele andere energie bekijken, dan voel je dus inderdaad dat die energie veranderd is. Dat de lucht geklaard is en de lucht gaat geklaard worden. Uh, Super mooi. Laten we eens kijken wat, uh, wat Gaia hierover wil vertellen. En ik heb natuurlijk ook nog de fluistering van de liefde hier. We gaan eerst eens even met Gaia kijken. Maar let wel op dat je met dat aantrekken afstoten. Jij ja, hebt zelf uh, wel uh, de teugels in handen. Je kan daar een beetje de rem op zetten. En niet iedere keer reageren. Uh, niet continu uitreiken. Ook begrijp het uit naam der liefde. Nee, liefde voor jezelf hebben. Dat is belangrijk. Dus daar mag je naar kijken. Uh, loop de ander weer weg. Lekker laten lopen. Maar ga ook niet bij jezelf zoeken. Wat moet ik doen? Of allerlei dingen uitreiken om het toch weer naar je toe te halen. Laat die ander maar lopen. Want als het karmisch is en jullie zijn be, dan komt die ander weer naar jou terug. En daar mag je op leren vertrouwen. En als je dat gaat doen, zit je ook weer in die heling. Uh, en ga je niet meer van het aanpassende gedrag hebben. Uit naam der liefde voor erkenning. Wijsheid, weten, spiritueel doorgronden. Ga ja, wauw. Pak er nog een hoor. Reflectie, nou daar hadden we het al over. Illusie, zelfonderzoek en verandering. Oké, okay. en sommige dingen zijn dus ook een illusie in onszelf. Hè? Dat is niet altijd dat je met een illusie van een ander te maken hebt. Maar dan krijg je dus inzichten die dus uh, ja, weer jou door bepaalde dingen heen laten kijken. Laten we even kijken wat de fluisteringen van de liefde jou uh, willen vertellen. Ik ben ontzettend benieuwd. Oké, okay. en ik vind het natuurlijk hartstikke leuk als je me hieronder... Even laat weten hoe je de video hebt ervaren. Uh, wat je ervan vindt. Misschien heb je andere thema's of dingen die je ook graag aan bod zie, uh, ziet komen. Gooi even je duim omhoog. Algoritme wordt daarmee bepaald. En voor mij is dat echt super belangrijk. En uiteindelijk help je jezelf er ook alleen maar mee. Uh, want hoe meer mijn kanaal kan groeien, hoe meer video's en andere dingen ik voor jullie ook kan gaan doen. Nieuwe liefde. Omarm deze nieuwe kans op uh, liefde of spirituele groei. Uh, doe het licht aan in je hart en denk terug aan een liefdevolle situatie. Ja, dit is fantastisch, mooi, want er komt echt wel vanuit. Hè, er Ligt hier een spirituele liefde, een zielsverbinding, uh, wat bestemd is voor, bestemd is. Uh, passie, vuur ligt eronder. Dat hart krijgt een nieuwe impuls. Laat je spiritueel. Uh, uh, leiden hè? en uh, het gaat om jouw innerlijke wijsheid. Nou, en hier zagen we het ook al: hè? het is veilig om liefde te hebben. En hier wordt ook gezegd: doe het licht in je hart aan en denk terug aan een liefdevolle situatie. Waanzinnig mooi. We gaan uh, de liefdesorakelkaarten er even bij pakken. En uh, je kan natuurlijk ook even naar de algemene video nog kijken, want ik heb ook een algemene legging gemaakt voor deze volle maan. Dus uh, er is van alles te bekijken. Nog één keer schudden en daar gaan we. Zo, wat heb ik hier? Mysterie. Op de juiste tijd zal alles aan je geopenbaard worden. Laat het mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Heel mooi. En ik denk op dit moment aan je. Ik hou van jou. En dat is een denkbeeld. En hou dus ook van jezelf. Niet alleen dat die ander van jou houdt. Maar dat mogen duidelijk zijn. Kijk eens aan, alsjeblieft. Lieve kijkers, ik hoop dat ik jullie weer heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook inspiratie heb mogen geven. Het kan nooit met alle mensen 100% resoneren, dus haal eruit wat van toepassing is. En uiteraard ben je natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk consult bij mij in de praktijk of een telefonisch consult. Dan stem ik mij ook pers persoonlijk op jouw energie af He, dan is die ook persoonlijk voor jou. Mocht je daar behoefte aan hebben, check gewoon eventjes de linkjes hieronder www.miraijeweetmeer.nl en uiteraard ben je altijd van harte welkom op www.puurmedium.nl De site staat bomvol vlogs, blogs, uh, allerlei spirituele onderwerpen, sterrenbeelden, astrologie, uh, chakras, soulmates, tweelingzielen, meditaties, engelen. Uh, allemaal gratis informatie. En voor een direct telefonisch consult: dan betaal je natuurlijk. Uh, maar dan betaal je gewoon uh, de tijd die je uh, gebruikt. Ja, en verder wens ik jou gewoon een fantastische, mooie volle maanfase toe. En ik zou zeggen: tot de volgende. Doei doei.